Deze instructie laat in een notendop zien wat het verkoopproces is van offerte tot en met factuur. Verkproverte Om te beginnen gaat u naar verkprovertes, ook mogelijk om dit via de zoekfunctie te benaderen. Klik op Verkoop. Klik op Verkprovertes. Klik op Nieuw voor een nieuwe offerte. Zoek een contactpersoon op om de klantgegevens in te vullen. De contactgegevens zijn in dit geval al voor gedefinieerd. Klik op de contactpersoon. Klik op de knop OK. Zodoende zijn de klantgegevens aangevuld. De kop moet ook zijn voorzien van een bedrijfsboekingsgroep, PTW bedrijfsboekingsgroep en een klantboekingsgroep. Kies een artikel. Voeg ook de vestiging toe in het aantal stuks. Voeg eventueel de geldigheidsdatum van de offerte toe. Klik op Afdrukken, Verzenden. Het is mogelijk om de te verzenden of direct af te drukken. Om een order aan te maken vanuit offerte ga naar, Meer opties. Klik op Acties. Klik op Maken. Klik op Order maken. Klik op Ja om de offerte om te zetten in een order. Klik op Ja om de order direct te openen. Verkooporder. Als de order is geopend, kunt u de verzochte leverdatum invullen. Indien van toepassing ook de toegezegde leverdatum. Als de verkooporder verder compleet is, kan deze worden vrijgegeven. Ga naar Vrijgeven. Klik op Vrijgeven. De volgende stap is om de verkooporder te boeken. Open Boeken. Er zijn meerdere opties voor de boekingsfunctie om het proces mee te doorlopen. De boekenknop maakt het mogelijk om de order te verzenden of te factureren. Het geeft ook de mogelijkheid om dit tegelijkertijd te doen. De boeken en nieuw knop is in feite hetzelfde als de boekenknop. Alleen zal hierbij meteen een nieuwe verkopperde worden geopend. Met de boeken en verzenden knop kunt u, volgens het ingestelde verzendprofiel van de klant, de verkooporder opsturen is bijlage bij mail. Met deze knop kunt u een voorbeeld van de boeking weergeven. Voor het voorbeeld wordt er eerst alleen voor verzenden gekozen. Zo kunt u eerst een verzending aanmaken en later de factuur. Klik op boeken. Selecteer verzenden. Klik op oké. OK. Via gerelateerd kunt u meteen naar de geboekte verkoopverzending. Open documenten. Klik op verzendingen. Hier ziet u vervolgens de geboekte verzending terug. Ook dit document kunt u eventueel meteen afdrukken. Klik op afdrukken. Om vervolgens de factuur aan te maken, moet u teruggaan naar de verkooporder. Open boeken. Boeken. Selecteer factureren. Klik op OK. Open meteen de geboekte verkoopfactuur. Verkoopfactuur. De geboekte verkoopfactuur kunt u, net als bij de verkooporder, verzenden of meteen afdrukken. Hier ziet u de opties om de factuur te verzenden via verzendprofiel, af te drukken, te e-mailen of bij te voegen als PDF.